In deze film maak ik de achtergrond wazig. En om de achtergrond wazig te maken gebruik je in Snapseed het focus effect. Dat vind je hier bij het potloodje en dan heb je daar staan focus effect. Standaard komt hij met een elliptische vorm, maar dat is in dit geval niet nodig. Ik wil een mooi verloop van mijn ondergrond naar mijn achtergrond. Dus ik gebruik in plaats van elliptisch lineair. En het blauwe puntje wat je in het midden krijgt, dat bepaalt waar mijn lineair verloop staat. Dus ik hoef geen verloop naar de onderkant te hebben, dus ik schuif dit blauwe puntje gewoon naar beneden. Er komen twee streepjes tevoorschijn en die twee streepjes delen mijn foto door drieën. Er is een gebied onscherp en er is een gebied scherp. En er is een gebied waar een verloop in zit. Dat verloop dat ga ik allereerst wat kleiner maken door hier op aanpassen te klikken en dan de overgang te selecteren. En swipe ik dan iets naar links, dan zie je dat die twee streepjes bij elkaar komen en dat mijn verloop dus kleiner wordt. Nu vind ik alleen dat de scherpte en ik focus me even op de achtergrond en niet op de auto, dat de scherpte eigenlijk gewoon te laat begint. Hij mag nog eerder beginnen. Dit lijntje mag eigenlijk nog iets zakken. En dat gaat op zich vrij lastig, want het blauwe puntje staat al helemaal onderaan. Je kunt gewoon met twee vingers knijpen van boven naar beneden en dan maak je eigenlijk de scherpte kleiner. En zo ga ik hem plaatsen waar ik hem wil. Met twee vingers roteren kun je het lijntje recht zetten. En dit vind ik op zich wel fraai. Bij aanpassen kun je ook de vervagingsterkte bepalen. Die wil ik op zich wel wat vager, maar niet al te veel. En ik denk dat dit op zich wel aardig is. Dit is mijn before. Let even vooral op de bomen in de achtergrond en de heg. En dit is mijn after. En vervolgens ga ik nog even terug naar aanpassen en de mate van vignettering die schuif ik helemaal naar 0. Want ik vind dat dat er op zich niet bij hoort. Het gaat puur over achtergrondonscherpte. En ik denk bij mezelf, dit is wel goed. Tap ik hieronder op het vinkje en wordt het toegepast. Alleen dit effect zit dus over heel mijn foto, en dat is niet helemaal de bedoeling. De bedoeling is dat het eigenlijk alleen op de achtergrond plaatsvindt en niet op de auto, want de auto staat voor de lijn waar het onscherp wordt. Natuurlijk kunnen we dat gewoon weer heel netjes uitmaskeren door hierboven op Bewerkingen te klikken en dan Bewerkingen bekijken. Je ziet het staat op filter focus effect en klik je op dat hele kleine pijltje, dan heb je daar de masker tool. En om het masker te zien. Klik je gewoon heel eenvoudig hier op masker en met twee vingers kun je netjes inzoomen. Hoe verder je inzoomt, hoe gedetailleerder je kan werken en je gaat eigenlijk gewoon met dit masker langs je auto. Met twee vingers tegelijk kun je schuiven over de foto en zo ga je dus op je gemak heel de auto even af. Dat kan even duren, zeker als je hele complexe vormen hebt, maar neem daar gewoon de tijd voor. Het resultaat komt het ten goede. Maak je nou een fout, laat ik er even bewust een maken, dat kan gebeuren. Ik bedoel, het kan zijn dat je te veel schildert. Nou, je kunt ook het effect wat verkleinen, dat doe je hieronder via dit pijltje naar beneden. Zet dat op 0 en je verft gewoon weer weg waar je al eerder bent geweest. Je zet het met vergroten weer op 100 en je gaat weer gewoon vrolijk verder waar je was. Natuurlijk is het in deze film een klein beetje versneld, want het is op zich natuurlijk niet zo interessant om te zien hoe ik heel deze auto uitmaskeer, maar je snapt een beetje wat de bedoeling is. Zoom een klein beetje uit om je kwast relatief wat groter te maken en ga zo ook langs de andere stukken. En je ziet, ik ga niet helemaal naar beneden, dat heeft eigenlijk ook gewoon helemaal geen zin, want mijn scherpte eindigt hier bij deze grijze streep, dus ik hoef het masker eigenlijk gewoon niet tot op de bodem te maken. En op deze manier maak ik mijn selectie dus iedere keer iets groter. En als je klaar bent, dan heb je dus keurig je achtergrond geselecteerd. Die is nu helemaal rood. Zet ik mijn masker hieronder weer uit. En dan zie je dat mijn achtergrond gewoon net iets onscherper is. Dit is bijvoorbeeld het origineel en dit is bijvoorbeeld de bewerkte versie. Denk je nou van, hé hey, mijn achtergrond onscherpte, die bevalt nog niet zo goed. Het masker is nou wel goed, dus ik tap hieronder op het vinkje. En ik tap hier nog een keer op het pijltje en ik ga terug naar mijn filter. Al waar ik bijvoorbeeld mijn vervagingsterkte wat kan toepassen. Dit gebeurt echter wel op de hele foto. Het is weer niet met het masker. Maar als ik nu op oké OK tap hieronder, dan blijft het masker wel actief en je ziet dat mijn achtergrond nog iets verder onscherp is. En zo eenvoudig is dat in Snapseed dus te doen. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!